Vandaag bezoeken we een oude fabriek met huizen ernaast die leeg lijken te zijn. De oude fabriek staat nog vol met machines, maar we hebben geen enkel idee wat dit voor fabriek zou kunnen zijn. Maar daar hoop ik vandaag samen met jullie achter te komen. In deze serie bezoeken we de meest vette verlaten plekken over de hele wereld. Verlaten theaters, verlaten ziekenhuizen, sneeuwvoertuigen, fabrieken, bunkers, legerbasissen en nog veel meer. Je kijkt naar verlaten avonturen. Het is wel heel makkelijk, we zijn door deze deur net binnengekomen. En we staan hier nu binnen in één mega grote fabriek. En wat dit voor fabriek is, heb ik werkelijk geen idee. Maar daar ga ik samen met jullie achterkomen. Moulins Dardenne, Freudmond. Puddingjes. Puddingjes? Nee, een puddingfabriek. Zou zomaar kunnen. Wij denken tot nu toe dat het een puddingfabriek is, maar heb jij door wat dit is voor fabriek met een tijdcode hier beneden laten weten? Dit soort zakjes. Dat zijn puddingzakjes. Waar je iets in kan doen. Puddingbroodjes? Ja. Zou kunnen. Je hebt hier wel een soort van slijpstenen en een machine. En dit zou wel zo'n machine kunnen zijn waar ze deeg in gegooid hebben. En dat die daar dan kleine puddingjes uitpoepte op dat stuk. Dus dat zou wel een beetje... Ja. Zou iets kunnen zijn. Hier heeft een silo gezeten en dan viel hier iets naar beneden. Dat zou dan deeg kunnen zijn. En hier liggen dan weer cementzakken. Dat ze bijvoorbeeld deze ruimte nog aan het verbouwen waren of dat hier de spullen lagen voor een verbouwing. Dus dat het geen cementfabriek zou zijn, zou me een beetje apart lijken. Maar er ligt hier in ieder geval cement. Verboden voor personen. Ik heb werkelijk geen idee wat die dan wel naar binnen mocht. Dat is een hele liftschacht, diep naar beneden. En dan gaat het heel erg de diepte in. Wow, wat is dit? Lijkt wel een soort van maalmachine ofzo. Hier heb je olie staan en allemaal banden die hier lopen. Lopen allemaal banden. Een soort van graanmaalmachine. Hier zo. En hier zie je het nog beter. Vanaf boven komen er dus hier allemaal banden naar beneden. Die hier iets aandreven. En iets viel hier dan zo deze machine in. En werd hier gemalen. En hier buiten had je de grote motor staan. Die dan alles aandreef. En die vervolgens ook hier weer van stroom werd voorzien. Ik ben zo benieuwd waar deze banden allemaal heen gaan. Dus laten we snel hier naar boven gaan. Dit zitten allemaal gaten in de grond. Wat zei je? Toch is die grond stevig genoeg om een poeltafel naar boven te tillen. Een poeltafel? Hier staan allemaal poeltafels. Hier heb je een poeltafel en hier heb je een poeltafel staan. Dat had ik hier echt niet verwacht. En ook weer hierboven hebben ze het geprobeerd dicht te maken met een soort van stang en glaas ervoor, zodat niemand hier binnen zou komen. Maar de voordeur is op dit moment volledig open, dus zijn we hier wel binnen. Maar ik ga nu weer terug om te kijken bij die machines. En hier heb je op de houten vloer ook nog best wel veel machines staan. En als je dan ziet dat er best wat planken weg zijn, best wat weggerot is, heb je hier een of andere maalmachine. En een doorzichtige buis waar je het kon zien vallen. En hiernaast staan allemaal huizen. Wow. De fabriek loopt nog veel verder door naar daarachter. En hier ligt nog een soort van baan met allemaal bakjes. Dat zijn allemaal bakjes die op een lopende band vast zaten of zitten. Waar dingen mee naar boven getild konden worden. Tijd om nog één etage naar boven te gaan. Kijken wat daar nog allemaal is. En wat ik je kan vertellen is dat dat sowieso een te rotte vloer is om op te lopen. Maar hier heb je nog veel meer machines. Ik ga het erop wagen. Dit is echt niet slim. Hier ligt allemaal iets van graan op de grond. Of beslag. En deze trap is ook volledig aan het vergaan. Nou hierheen. En je kan naar buiten nog. Maar als je ook kijkt, de betonnen vloeren hier, die zijn helemaal verrot aan het gaan.
En ook daar zitten al grote gaten in. Probeer echt alleen op die balken te lopen. Yes, en dan rustig via de trap naar beneden. Hier buiten heb je nog veel meer verschillende ruimtes. Allemaal met techniek en zo. Daar gaan we nu ook kijken. Je hebt hier een hele binnenplaats. Daar nog allemaal ruimtes. En daar nog een fabriek. Dus daar gaan we nu kijken. Maar eerst gaan we met deze trap naar beneden. Lijkt me een beetje een woonhuisachtig. En daar heb je ook nog een fabriek. En hier heb je nog ruimtes. Ja, dat is een woonhuis geweest. Hier stonden allemaal spullen van waarschijnlijk de eigenaar. Dat bad ziet er ook niet meer heel lekker uit. Dit was de woonkamer van de eigenaar. De tv hangt nog. En hier is de voordeur. En het kantoor. Het privékantoor. Met daar een raampje. What the fuck is dit? Er is een hele bol in de vloer ontstaan. Het is nog hard ook. En deze kast zit nog vol met medicijnen. En hier op de grond ligt allemaal blauw spul waarvan ik liever niet wil weten wat het is, denk ik. En hier heb je nog een fabriekgebouw, denk ik. Weet je wat is? Ik weet wel wat het blauwe spul is. Is dat blauwe spul? Hier hebben ze experimenteel smurf laten ontploffen. Hier heb je dus nog een fabrieksgebouw. Hier heb je een soort van buitenhokje. En hier nog een gebouw. En dit is wel echt heel vet. Kijk of we een beetje kunnen lopen. Die trap ziet er niet heel stevig uit, maar hier staan weer allemaal machines in. En ik heb nu een beetje het idee, als ik deze machines allemaal zo zie, dat ze hier een molen hadden gemaakt of zo, een soort van molenfabriek voor beslag voor cakejes of zo. Of gewoon meel voor cakejes die dan daar zo op stonden. Dus dat zal dit geweest zijn. Allemaal machines. Allemaal dingen. Deze ladder ziet schief uit, hè, maar ja. Allee, als je er toch bent. We gaan naar boven, nu we er toch zijn. Die zit niet meer heel vast, kan ik je vertellen. De trap gaat echt zo tekeer. En de vloeren zien er hier niet heel stevig meer. Kijk goed uit waar je loopt. Daar zo kwamen weer grondstoffen vandaan en die gingen hier zo maler in. Dan naar beneden weer een maler in, die zie je daaronder. Wat doen we? Gaan we naar beneden? Ja, is goed. Die boven is nog veel rotter, die daarboven is nog veel rotter. Die daarboven heeft geen vloer meer. En als je dit al ziet, ga ik liever naar beneden. Ja, prima. Wat is deze fabriek mooi. Als je ziet alle gebouwen die hier nog zijn. Het is een soort van graanmolenachtig iets geweest. Met ook nog eens een verbinding daarboven naar elkaar toe. Dit was echt super vet. We staan hier nu in een schuur. We zijn er daardoor binnengekomen. Dit was de oude garage. En als je hier dan doorkijkt. Zie je tussen de bushpoes hier een auto staan. En deze prikkels moet ik nu ook allemaal doorheen. Ze hebben het nog geprobeerd te barricaderen met een deur. En meestal is dat het teken dat er nog veel in staat. Net van Luc te horen dat de schuur er ook gewoon open staat. Dus dat ik hier naar binnen kan wandelen. En daar staat al een auto. Een auto van de bewoners van dit huis. Helemaal verscholen hier in de bosjes. De hele binnentuin is hier begroeid. Wow, hier is de deur ook open. We gaan niet meer door die fabriek heen. Maar ik zie daar een deur open naar het huis, dus laten we daar maar snel naar binnen gaan. Misschien wel
klok staat stil op 3:30. Ze waren hier aan het verbouwen, lijkt het wel. Overal zakken cement. En de ramen zitten open gehaald en ik hoor die auto zo goed. Die non stopt voorbij rijden. En de trap naar boven is ook voorzien van een stoel, omdat er gewoon een deel mist. Deze huizen staan dus allemaal naast de betonfabriek. En aan de voorkant staat ook dat ze verkocht zijn. Of ze dat erop hebben gedaan in het nom van, ja, we kunnen dan toch nooit meer verkopen, dus we zetten er wel verkocht op, dan gaan er in ieder geval geen mensen in. Dat weet ik niet. Maar wie zou dit nou kopen? Dit staat allemaal naast die grote fabriek. De grote graanachtige fabriek die hiernaast is. Het is wel bizar. Is het tijd om naar buiten te gaan? Ik weet niet wanneer het kan, maar het kan eigenlijk nooit, denk ik. Dus ik ga snel naar buiten. Dit zijn dus de huizen waar we net in zijn geweest. Die staat zelfs op daar dat die verkocht is, dus dat is heel apart. En aan deze kant staat ook verkocht. En dat is dus de grote fabriek waar we net ook binnen zijn geweest. Ik wil jullie dus bedanken voor het kijken naar deze video. Dit was een bizar avontuur. We hebben uiteindelijk uitgevonden dat het iets van een graanmolen zou zijn of zo, misschien voor cakejes. Denk je toch nog dat het iets anders is? Laat het even weten in de reacties. Ik ben echt super benieuwd. Dan check ik jullie aanstaande zaterdag weer. Vergeet niet te liken, te abonneren, dat kan hier beneden. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Mark ben ik, die staat hier beneden. En dan zeg ik nog één keer, tot zaterdag. Laters.